Nou ja, in het onderwijs leiden wij natuurlijk onze studenten en leerlingen op tot een mooie plek in onze samenleving. We vinden het daarom belangrijk dat collegezalen en klaslokalen niet alleen een goede leeromgeving bieden, maar dat ze ook een stukje energiezuiniger worden, want die studenten en leerlingen zijn de toekomst. Nou ja, we hebben het klimaatakkoord afgesproken dat alle besturen in het onderwijs, dus van basisscholen tot universiteiten en ook de gemeenten, plannen maken zodat tot 2050 alle gebouwen aangepakt worden en klimaatproef worden gemaakt. We hebben daarvan wel gezegd dat willen we heel graag doen. Maar dan willen we wel dat we daar voldoende financiële middelen voor krijgen van de Rijksoverheid. Want leerkwaliteit, onderwijskwaliteit staat bij ons echt voorop. En daar mag natuurlijk een energiezuinige school of universiteitsgebouw niet ten koste van gaan. In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zie je dat sommige schoolgebouwen heel erg slecht zijn op dit moment. En dat is niet altijd een goede leeromgeving, omdat bijvoorbeeld de luchtkwaliteit heel erg slecht is. We hopen dat de komende jaren er flink veel schoolgebouwen, in met name het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, aangepakt kunnen worden. Zodat de luchtkwaliteit een stuk gezonder wordt en leerlingen dus een stuk beter kunnen leren.